eens even voor. Ik ben Frank, de drummer. Anouk, saxofonist. Michiel, gitarist / MC. Fons, zanger en percussionist. Ik ben Melati en ik doe de dwarsluit en de backing vocal. En volgens mij missen we nog een paar mensen, toch? Ja, klopt. Sanne Barkhuizen, zij speelt trompet. Farid, dat is onze gitarist, solo-gitarist. En Don, Dominique, dat is de bassist. Jullie zijn met z'n achten. Is dat niet een beetje lastig met meningen? Nee, het is alleen maar gezellig. Ja? Ja, nou, het is, we vullen elkaar ook heel erg aan. Ik kan me voorstellen dat het zo nu en dan even kan botsen. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Maar ja, op zich, in elk gezin heb je de drama zitten. Dus dat komt allemaal voorbij en het gaat ook weer. Dus, Maar je wilt niks los over die drama? Kijk, vissen. Nee. Dat gaat gewoon wel goed. Oké, goed zo. Voorstellen dat het gewoon lastig is om met z'n achten een nummer te schrijven. Hoe gaat het dan in zijn werking? Ja, daar hebben we op een gegeven moment is dat wel goed gekomen eigenlijk. Het is hij schrijft en ik schrijf en Farid die schrijft, de gitarist. Ja, en vaak komen we toch wel bij elkaar dat we daar echt wat moois van kunnen maken, zeg maar. Dat iedereen er tevreden mee is. De naam Mama Franco, ik kan me er eigenlijk helemaal niks bij voorstellen, jongens. Ik weet dat er één uit de groep Frank heeft, maar ik hoorde net al dat het er niks mee te maken heeft. Waar komt die naam vandaan? Ja, dat is een vraag die we vaker krijgen natuurlijk. Het klinkt gewoon lekker, dat ten eerste. En ja, we zaten eigenlijk begonnen met die band en we dachten van ja, we moeten toch ook eigenlijk wel een naam hebben. En toen zaten we een beetje te denken van ja, wat is nou cool? En toen hadden we zoiets van, ja, we moeten iets mannelijks hebben en iets vrouwelijks. Dan waren we nog met 4 vrouwen, 4 mannen. En ja, Franco, dat is eigenlijk een bekende klant van zowel hem als mij in de platenzaak Sounds in Delft. Die kocht altijd reggae plaatjes en als die gast binnenkwam, dan was het gelijk eigenlijk feest in de zaak, weet je wel. Altijd vrolijk. Dus toen dachten we, Frank, maar Franco bekt toch net even wat lekker. En ja, Franco, dat is toch niet helemaal af. En toen dachten we, ja, iets vrouwelijks. Mama Franco. Ja, klinkt daar best lekker. Mama Franco, boom. Ja, dat is een eerbetoon aan Frank. Franco, ja. Ja, oké, netjes. These are the days of crisis. Main directors are hiding. Hoping no one can find them. See it from the floor, using a spike. Wondering how the fuck they can sleep at night. These are the days of endless lights at the food bank. Who's gonna be your food supply? These are the days of everybody lying. Everybody for themselves. Don't care if it's right. It's easy fighting up the fittest. Trust me, man, it's gonna be your hard time. Ik heb uit hele betrouwbare bronnen gehoord dat jullie ook heel goed feestjes kunnen bouwen. Altijd als jullie optreden, in ieder geval, is het feest. Wat is jullie geheim? Ons geheim? Ja, ik denk gewoon de combinatie van ons met z'n achten is het geheim. Dus dat ga je verder rest ook moeilijk tegenkomen. Maar niet iets. Wat, doen jullie niet iets speciaals dat andere bands niet doen? Nee, juist niet. En ik denk dat dat het hem is. Oké. Okay.
Jullie hebben ook met heel wat bandcontests al meegedaan. Waarom vinden jullie dat zo leuk om te doen? Vinden jullie het überhaupt leuk om te doen? Helemaal niet leuk om te doen. Maar weet je, als we het winnen, dan is het leuk. En als we het niet winnen, is het ook leuk. Kijk, spelen is gewoon altijd leuk eigenlijk. En of het nou een contest is of geen contest. Ja, gewoon een feestje ervan maken, dat is hetgene wat telt. Ja, ik ben wel gelukkig. Maar ja? Bedoel je dat gewoon nu of bedoel je in het algemeen gelukkig? Het algemeen nu en hiervoor? In het algemeen nu ben ik gelukkig. En hiervoor was ik gelukkig. En jij? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om te zien of om te merken, weet je wel. Maar eigenlijk is het een mooie avond, dus wat wil mensen nog meer?